Ik moet naar 1A, departure 1. En dan gaat deze trap naar rollen. Hallo, welkom bij het eerste filmpje, dag 1 van de Royal Rumble Weekend. Tripje naam van mij en Michael. Michael is er nou nog niet, die is al in Philadelphia zelf. Hij is een dag eerder gegaan, hij is gisteren gegaan. Ik ga vandaag, ik heb alleen een uurtje vertraging. Ik zal via Frankfurt gaan, ik ga nu via Washington DC. Dus dat is een beetje het nadeel eraan. Er is veel mis vandaag. Ik kom ook wat later aan, maar dat komt allemaal goed. Ik ga nu even inchecken. En door de bagage dingen, douane heen en zo allemaal. Dus het komt er. Laatste keer McDonald's, want we gaan in Amerika absoluut geen McDonald's eten. Alles behalve. We gaan er overal heen. Eventueel een KFC of zo, omdat het de sponsors van de Royal Rumble. Maar de rest, allemaal lokale dingen. Of dingen die we hier niet hebben, zeg maar, in Nederland. Dus geen McDonald's, geen Burger King, KFC, al dat bullshit. Eventueel KFC. Dus maar de rest, laatste keer McDonald's, zal wat genieten. En om 12 uur ga ik naar vliegen in plaats van 11 uur. En ik kom dan om 6:30 aan in Philadelphia. United Airlines. Zesentwintig leden. 25. 26. Ah, chill. Dus 3 kwartier vertraging, 45 minuten. Ik hoop wel dat alles goed gaat, maar op tijd zijn met de belastingen. We gaan nu vliegen. Ja, we zien het wel.
Dallas Airport van Washington. Tweede keer voor mij. Vorig jaar met Orlando was het ook zo. Het ging wel wat makkelijker vandaag. Qua vorig jaar. Vorig jaar had ik een beetje problemen met deze airport. Het was allemaal goed en soepel. Dus ik kreeg geen Engels spraken, dan had ik gewoon te lang gaan. Vorig jaar wat beter, wat makkelijker, wat sneller. Alles ging vlot. Het ziet er goed uit qua weer ook. Veel zon. De waan ging snel. Ik heb nog tijd om rond te kijken of zo op deze airport. Ik ga niet eten, want Michael heeft van mijn planningen gemaakt met overheen gaan gaan eten en weet ik het allemaal. Dus ik ben benieuwd wat hij allemaal snel heeft. En ik zie wel wat we gaan eten vanavond. Het is namelijk 4 uur geweest, door en ik ga even genieten van de Red Bull. Zoals jullie zien, bijna zonsondergang. Dus kom in het donker kom ik aan in Philly. Voor het eerst dat ik in het donker aankom, wat dat betreft. In de States. Gelang in Philly. Dus inderdaad, avond, nacht, januari. Dus het is wel snel donker. Het is 6:30. Ik ga naar de bagageclaim. Michael heeft schijnbaar iets geweldigs gevonden. Dus we gaan erheen zo, ik ga even taxi rijden, we gaan erheen zo snel mogelijk. En ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben vooral benieuwd. Ik moet ook boos zijn, dus ik ga. Ja, we zien zo wat het wel wordt. What is this? It's a wrestling. That's the show. What kind of wrestling? The show wrestling. Show wrestling? Yeah. For fake. Sometimes they come bloody. They have blood in their hand. Yeah, it's like you. The fight is real. They just win fake. You know. Win fake. Yeah. Real fight is real. The fight is real. That's good. Yeah, but the win is fake. The outcome of the match is fake. How fight real? They. They beat like that and he fall down. Yeah, but they touch each other. You know, they use weapons, they use everything. Weapons? Yeah, weapons, what chairs, kind of ladders, tables. Yeah, sometimes tables, sometimes chairs, sometimes, broke. Yeah, so that hurts, that is real, but now the outcome, the winner. No, when they beat, they don't beat real. No, not like, no, 100%, no. It's kind of fake. Yeah, fake. But no, they're very good at. And the referee. Sometimes you beat referees too. Yeah. Why? It's just a part of the story. That's. Hold on. This is include there. The referee knows you beat him too. Yeah. The referee knows. The fighters know. Everybody knows. Everybody knows, yeah. Yearly you practice this, yes? Yeah, that they practice, you know, to make it safe. Ah. So that's why it looks fake, but they practice. I don't understand why people watch this and so what they are interested in. When you know this is fake. That's kind of, it's a good question, but now for me it's like they are doing it, it's fake, but they're telling a story. Sometimes they tell a story. Different guy help you. Yeah, come in. Yeah, like friends, enemies. You know, betrayal. Women's a lot of. It's a lot of people watch there. It's should be good money. Yeah. Yeah, that's why. Well, how you go there? Who offer you go there, or how you get this? You have to have license go there, or as a wrestler? Yeah. How? No, for example, if I wanna, they don't take me, yes? No. You have to be like trained. You have to. How you go there and tell them, I wanna wrestling, yes?
you could try, but you have a tryout match, like not on TV. You just wrestle with someone else, and they watch at you. And if they like what you do, they probably make a contract with you, make an offer. You could fight more, and if you're really but they good, they pay good. Yeah, they pay good. Yeah, millions of dollars. And you standing famous or there? You standing famous? Who's famous? Famous, like everybody knows. Oh, he's a light. Oh yeah, yeah, yeah. They're like pretty famous. They're the biggest company in the world. So your friends and everybody know or yeah, yeah. There's a pretty huge names there. What do you say? There's a pretty good names playing there. How are you standing famous? How? How you get everybody famous? Come there on the ring, but not everybody standing famous. You have to be beat them, or how are you standing? Oh yeah, you have to look good. You have to Tyson, everybody's beat and people know. Yeah, yeah, yeah. So if you're very good and the people that make the decisions, they want you to win, you get more wins and you get more fan base. And everybody likes you. You get more rating, money. Yes. Yeah, yeah. T-shirt sales, everything. It's a business. So if you're performing good, you get more money. It's all for the money. You now come in the TV? Yeah, I'll be like watching in the stadium. But when you come wrestling, when you'll be in the TV, maybe I see you. I don't wrestle, but I'll be there watching. Ah, you not wrestle? No, no. Ah, why you come here? I like it. I like it. They don't come in Holland very much. Yeah. You just for pleasure. For coming. Pleasure, yeah. What do you do in Netherlands? What business you do? I'm a waiter. What is this? Waiter in a restaurant. A waiter. Yeah, waiter. Yeah. Waiter. You have good tips there. Yeah, lots of yeah. Lots of tips. You know tips what means? Yeah, yeah, yeah. Huh? Lots of tourists there. Tips. Tips, yeah, yeah. Lots of tips. Thank very you. Very much. Yeah. Extra money? Extra money, yeah. Which restaurant you are waiter? What do you say? Which restaurant? Which restaurant? It's on the beach. On the beach? On the beach, yeah. In summertime just you work? Summertime is very busy, but in the winter we are open. But Who come on the beach? I don't know. That's just crazy people. Crazy people go to the, go to the beach really? In the winter. Yeah, lots of storm and rain, but they love it. But in the summer, there's so many people. Wow. Ja, ik ook. Ja, ja, ja. Oké. Gaan we inchecken? Ja, ja, ja. Wat leuk, ja. Heel goed idee, ja. Och man. Ja, niet. Ja, voor de YouTube kanaal. Hi. Hi. Ja, dat is Michael. Dat ben ik. Ja, hij komt met Rumble, gaat hij mee. Ja, ja. Nou, dit is het Courtyard Hotel. We gaan even inchecken. Ik heb net een vaag gesprek gehad met die taxichauffeur. Over immigranten van Europa, moslims en zo. Fuck dat, we gingen wel helemaal los op die mensen. Gozer, waar heb jij het nou over? Kom hier aan in Philadelphia, heb je het over moslims in Nederland? Weet je welke verwoord was? 14. Oh, 14 is mijn hoofd. 14. Jongen. Hey, kijk, hij doet het. Kom er dicht bij nu. Oh, jongens. Maar wat heb je gisteren maar gedaan? Dus? Ik heb gisteren gegeten en vandaag gegeten en daarna nog gegeten en nu gaan we weer eten. Dus ik heb een hele leuke dag gehad de afgelopen 24 uur. Ja, ja. Ja, toetjes. Anders keer niet normaal. Ja, ik bakkerij. Echt niet normaal. Welke kamer hebben we? Drie.
ik weet nog die keer dat we in Dallas gingen. Ja. Dat was fucking gaaf. Even kijken. Duurt lang. 1-4-2-7. Oh ja, dat was het. Ja, klopt. Dan... Ja. 1-4-0-1. 1-4-2-7. Dan denk ik de andere kant op. Ben ik. Nou, in Orlando had ik echt fucking 4 sterren. Dat ook toch? Is het 4 sterren toch? Ja, het is ook 4 sterren, ja. Maar dat was echt. Dat was echt. Nog een tikje erbij. Ja, daar baalde je ook genoeg voor, hè? Ja, dat kostte fucking veel. Oh man, nooit meer naar. Even de maat is die blut. Ik ben een appel geweest in die kamer. Wat zei je? Ik ben amper in die kamer geweest en ik heb fucking. Ah. Nou. Oh, wat een catch, jongen. Is dat toch wel een catch? Oh, oké. Daar gaan we. Nou, dan weet je zeker het uithalen. Ja, weet ik. Oh. Aha. In één keer. In één keer. Hè? Dat heb je nog gedaan. Hey. Oh, shit, hey. Dat is wel echt fucking huge. What the fuck? Zo, ja, heb je licht anders? Ook met de kaart. Oh, ja. Ja, dit in ieder geval. Is dit dan? Temperatuur 70, verlagen naar 69. Ja, kijk. Oh, ja. Oh, okay. Kijk, dat staat op film. Dat is een keer lang, moet ik die andere lamp weer gebruiken. Oh, nee, ja, oh ja, klopt. Ja. Deze lamp ook in aanzetten. Ah, ja, kijk. Ze komen ergens. Knopjes. Normaal maak ik ze altijd knopjes, maar nu niet. Fuck yeah. Fijn, kleem op deze kant, rechts. Ja, is goed. Basic fit tas. Ja. Nooit heen geweest. Ik taal vandaag niet heen gaan. Ik ga het tegenover hetzelfde doen. Oh, nice. Escape. Mooie kamer. Hoe zit het daar buiten? Oh, een badkamer moet je kijken van. Zo ongeveer. Ja, dat is altijd heel belangrijk. Ja, van ik zit even in. Lekker scheiden. Oh, kijk. Oh, kijk, ja. Is het een bad? Oh, een bad, jongens. Oeh. Oh. Fink. Awesome. Zelfs Braun Strowman was hierin. Oh. Nou, ik hoop niet dat hij hier in onze hotelkamer zit. I'm not finished with you. Braun! Nou, jongens, dat... ja. Op zich. Dat je toch eigenlijk een koning als je zet daar. Oh, ja. Mooi bed, groot bed. Waar zijn we eigenlijk? Wat een mooie. Fried chicken. Nou, veel succes hoor. Ik heb dit. Waar gaan we heen? Hier dat witte bier in? Ja. Lekker. Ja, we zijn bij het stadshuisding. Ja, ik ben ze vol gezeten. Ja, dat was echt. Dat was echt lekker, man. Was het waar. En er schijnt hier een gebouw te staan die een beetje vergelijkbaar is met mijn favoriete gebouw uit Dallas. Twee jaar terug. Ik zie je trouwens helemaal rijk doorlopen. Ik ben hier opgestemd. Ik heb achteraan. Oh, ik heb ook gelijk op. Ik heb niet geweest trouwens, maar... Nee. Nog een lekkere cheesecake. Oh ja. Ik heb het wel gekregen. Kijk dan. Niks, hè? Nou ja, Houston, nee, dat was... Dat was het vlakste niet toen geweest. Nou, maar we zijn ook echt een... Twee uurtjes geweest. Dus ja, dat was echt. Oh, hier. Schaatsbaan, jongens. Oh, zucht. Kijk eens beet. Kijk. Tjo. Fucking vet, hè. Zit dan. Dag al. Here we go. Oh.
grappig. Wat is dit dan? Godverdomme. Oh god, zombies wat. Ik kan niet dat filmen. Dit is op. Oh god. Oké. Wat is dit dan? Shit man, fuck. Wel een lekker sfeertje dit. Cute. Footlocker. Kids Footlocker. Ik heb het nergens ooit eerder gezien. Wendy's. Wendy's tegenover Popeye's trouwens. Dat is te mooi. Wendy's ben ik nog nooit geweest trouwens. Ik was in Orlando mijn eerste dag. Ik ging dan naar Walgreens. En toen zag ik een Wendy's staan. Ja. Maar het schijnt dus dat het al om 10 uur dicht was. Ik kwam binnen en het was waren al dicht. Dat vond ik wel jammer. Niet echt een idee wat nou Wendy's is eigenlijk. Oh, politiewagen thuis. Ik sta hier te fris. Ja. Once in a lifetime, man. Oké. Ik vind met de kaart. Oh shit. We hebben langs Walgreens gelopen. Wat? Dit is wel mooi hoor. Blauwe lichten. Dit is de andere kant, vind ik wel, ja. Dat is de andere kant, dat zijn de beste kant. Oh ja, ja, we zijn daar zo'n beetje langs gelopen. Nou mensen. Ik heb het gevonden. Lekker groot. Ja, dit is echt. Ik hoop op de terugreis nog. Kijk hoe mooi het is. Geel, groen, blauw. Nou mensen, ik heb het gezien voor vandaag. Je hebt dus zout, chili, weet je, allemaal normaal, sour cream. Maar? Lightly salted. Pas op hè, lightly salted. Maar dan... Pizza, Pringles pizza. Ik ga ze zo pakken. Mijn. Echt? Ja, ja. Pizza, kom nou, pizza smaak. Nee, niet. Kijk op Tetra, ik hoor een fucking gallons. Oh. Maar check dit, ik heb 2 Gatorade trouwens. $4. Kijk hoe groot dat ding is. Twee stuks. We gaan een trap omhoog gaan, we moeten ook beginnen. Je hebt een kleine blikje Pepsi, je hebt een grote fles Pepsi. Je hebt nog een grote fles Pepsi. Hier voor een tientje, fucking dit vind ik dus echt zo geweldig. Dat eet gewoon elk Amerikaan gewoon als ontbijt, hè? En dan een family size pack. Is er een Dunkin' chocola? Wil je eens kijken? Van alles. Oh, Dunkin' hazelnut. Zelfs Reese Puffs, man. Naar café. Je hebt amper Reese's in Nederland en je hebt hier Reese Puffs. Oh, laat maar even doen. Schijt het.